Van harte welkom bij alweer de derde keynote van de onderwijsdagen. Vandaag staat in het teken van online learning. En onze gastspreker voor vandaag is Barend Last, onderwijskundig specialist en trainer op het gebied van onderwijsontwerp en blended learning, verbonden aan Maastricht University. Welkom. En nou, naast het werken aan de universiteit ben je ook kinderboekschrijver. En vandaag ga je beide passies met elkaar verenigen, dus we zijn heel erg nieuwsgierig. En nog voordat je begint, vertel ik eventjes de deelnemers dat als je vragen hebt, dan wijs ik je graag eventjes op twee knoppen in dit webinarprogramma, namelijk de chat is er voor de snelle technische vragen, die kun je aan mij richten of aan het account van de onderwijsdagen. En dan helpen we je op weg. En voor de inhoudelijke vragen is daar de Q&A-knop. En dan na afloop van de keynote behandelt Barend de vragen die binnenkomen. Dus gebruik de Q&A-knop voor de inhoudelijke vragen. Nou, ik wens jullie allemaal een hele inspirerende bijeenkomst. En Barend, dan geef ik het woord aan jou. Dankjewel. Dan ga ik jouw scherm even kapen. Is het zo te zien, Sabine? Ja, gaat hartstikke goed. Mooi. Goedemorgen allemaal, welkom bij mijn verhaal. Ja, als kinderboekenschrijver moet ik het wel in een soort verhaal gieten. Dus ik ga het vandaag hebben over het sprookje van de docent. En ja, zoals elk sprookje vaak begint met de zin er was eens, begin ik dat vandaag ook. Er was eens een docent. Een docent in het hoger onderwijs. En kan ik naar de volgende? Ja, dat is Leo. Ontmoet Leo. Leo staat centraal in het sprookje vandaag. Aangenaam. Dus Leo is een docent van Radboud University. Dat doet hij al 10 jaar en hij werkt bij de opleiding Mensenkunde. Zijn favoriete vak gaat over biologisch ramptoerisme, dat hij elk jaar opnieuw verzorgt met veel plezier. Hij geeft interactieve hoorcolleges, werkgroepen, hij heeft groepsopdrachten. Het vindt veel op de campus plaats. En er zit een vaardighedenelement in zijn vakken, hè, waarbij de studenten in een laboratorium werken. Elk jaar heeft hij zo'n 50 studenten en na een blok van ongeveer 8 weken wordt de cursus afgesloten met een kennistoets op locatie. En Leo, die houdt van persoonlijk contact. Voor en na de bijeenkomsten komen vaak studenten even langs met vragen. Soms kloppen ze even bij zijn kantoor. Hij is benaderbaar. Hij probeert studenten allemaal bij naam te kennen. Nou ja, redelijk succesvol. De meeste studenten zijn tevreden over het onderwijs. En ongeveer 70% haalt het tentamen gelijk de eerste keer. Maar Leo is meer dan dat. Leo is ook onderzoeker. Hij werkt in een taakgroep. Hij zit op kantoor met collega Mieke, met wie hij vaak kletst over hun kinderen. En hij doet dit graag tijdens de lunch in de kantine van de faculteit. Als Leo hulp nodig heeft met onderwijs, heeft hij ook nog een collega Emma. Daar loopt hij altijd even langs. Zij is een onderwijskundige van de faculteit. En Leo is, ondanks dat hij best een drukke baan heeft, eigenlijk heel erg tevreden met wat hij doet. Het is uitdagend, veel variatie, geen enkele dag is hetzelfde. Leo is met andere woorden een blije docent. En als we dan kijken naar het stukje wat ik tot nu toe heb verteld, hè, dan zie je dat Leo ondersteund wordt. Hij heeft onderwijskundige ondersteuning die letterlijk om de hoek te vinden is. Hij heeft collega's om zich heen. En zonder dat Leo er eigenlijk echt bij stilstaat, voorziet de fysieke campus in verschillende aspecten. De collegezalen waar hij lesgeeft, de skillslab waar ze aan vaardigheden oefenen, toetsruimtes, kantoor, maar ook de ruimte om gewoon elkaar sociaal te ontmoeten. Leo is dus een blije docent. Maar zoals in elk verhaal gebeurt er natuurlijk ook iets wat hem tegen gaat werken. Op een dag gebeurt er namelijk iets verschrikkelijks. De president van het land waar Leo woont, de heer Murk Ratten, houdt een toespraak op televisie. Leo zit thuis met zijn vrouw en kinderen voor de buis. En de president vertelt dat er iets heel ergs is gebeurd en het hele land moet op slot. Lockdown noemt hij het. Alles moet dicht, zelfs de universiteiten. Geen enkele student mag nog naar de campus komen. Leo zit met zijn handen in zijn haar. Hij vraagt zich af hoe hij nou in hemelsnaam zijn vak biologische ramptoeristen moet verzorgen. Hij heeft wel eens gebruik gemaakt van het digitale leersysteem Brightspace, maar dat was toch vooral om de artikelen te delen en af en toe eens een bericht online te plaatsen en met de studenten een aankondiging te verzorgen. Het staat wel op zijn agenda om het wat beter te gaan gebruiken, maar vanwege tijdgebrek is hij daar eigenlijk nog nooit echt goed aan toegekomen. Maar goed, hij moet wel. Dus meteen gaat hij naar de computer, naar de speech van de president en hij zet op Brightspace, beste studenten,
Morgen doe ik de les in Skype. Leo zorgt dus voor een quick fix. Hij zorgt ervoor dat het onderwijs door kan gaan. Wat hij fysiek deed, giet hij in een online jasje. De colleges en werkgroepen via Skype en later misschien Zoom of MS Teams. Hij schakelt snel en hij werkt met nieuwe, onbekende tools. Omdat de toets niet meer op locatie kan, zet hij het snel om naar een take-home tentamen. Het vaardighedenonderwijs laat hij even vervallen. Hij zorgt ervoor dat de studenten goede instructies krijgen, thuis aan de slag kunnen. En op zich werkt dat even prima. Maar na een paar weken krijgt Leo een beetje een naar gevoel in zijn onderbuik. Zijn onderwijs begint wat vervreemdend te voelen. Niemand komt meer op zijn deur kloppen. Niemand blijft even hangen voor of na de colleges. De studenten zetten hun camera vaak uit. Hij kan ze ook niet meer bij naam noemen. En na een uur zoomen is hij vaak erg moe. Hij kan niet meer naar kantoor. En dat is lastig. En ook thuis leiden zijn kinderen best wel af. Hij mist dus vooral het sociale contact met de studenten, met zijn collega's. Hij zit niet lekker in zijn vel en hij raakt gefrustreerd. Zijn collega's Fred en Emma, waar ik het al eerder over had, die spreekt hij nauwelijks. Iedereen is hartstikke druk. Hij krijgt wat last van zijn rug, want hij zit heel veel. Hij heeft nog geen goede thuiswerkplek. Hij heeft geen idee meer van de studenten die zijn vak volgen. Ja, hij ziet ze wel eens hier en daar, maar hij kent hun achtergrond niet, weet de namen niet allemaal. Hij heeft weinig zicht op de voortgang. En het voelt een beetje alsof hij de grip verliest. En vanuit allerlei verschillende kanten wordt hij gebombardeerd met informatie. Over tools, over richtlijnen, over toetsing. En langzaam ziet hij door de bomen het bos niet meer. En hij realiseert zich, dit kan niet. Dit kan zo niet. Er moet iets veranderen. Dus Leo gaat nadenken. En hij besluit een aantal dingen te doen. Allereerst pakt hij zijn thuiswerkplek aan. Hij ruimt de zolder op, haalt een bureaustoel van kantoor, koopt een goede headset en richt een goede thuiswerkplek in. Daarnaast neemt hij contact op met zijn collega's. Hij vraagt bij Emma, de onderwijskundige, om hulp bij het verbeteren van zijn onderwijs. En met Mieke heeft hij uiteindelijk weer eens over normale zaken, zoals zijn kinderen. Ze bellen een keertje om gewoon een keer koffie met elkaar te drinken, al is het digitaal. En Emma, de onderwijskundige, geeft hem allerlei tips. Ze verwijst hem naar bronnen waar allerlei hulpmiddelen staan. En hij doet eigenlijk een aantal aanpassingen in zijn onderwijsontwerp. Hij besluit het instructiegedeelte van zijn colleges in kennisclips op te nemen. Hij vraagt aan alle studenten om een video op te nemen over hoe zij de cursus ervaren en die naar hem toe te sturen. En Emma geeft ook nog de tip om in Brightspace aandacht te geven aan profielen, waarop de studenten zichzelf aan elkaar voorstellen. Ten slotte blijkt er ook nog een handige website te zijn opgericht door het ondersteuningsteam van de universiteit, waar eigenlijk precies op staat welke tools er allemaal beschikbaar zijn en hoe hij die kan gebruiken. Nou, de studenten bekijken de kennisclips thuis zelf en tijdens het contactmoment wat Leo online heeft, is er vooral interactie. Interactie met de studenten, interactie met de docent onderling en ook met de leerinhoud. En Leo concludeert langzaam dat het online onderwijs helemaal zo gek nog niet is, maar hij komt erachter dat het wel echt een andere benadering vereist dan fysiek. Nou goed, op een gegeven moment krijgt Leo te horen dat de crisis waar we in zitten tegen het einde aan het lopen is. En hij gaat eens even reflecteren. En Leo gaat terugkijken. Hij denkt, nou, hij vond het zwaar, maar hij heeft uiteindelijk toch de cursus met een goed gevoel afgesloten. De studenten die geven aan dat ze wel iets geleerd hebben en ook hun resultaten zijn verbazingwekkend genoeg helemaal niet zo slecht als dat Leo van tevoren verwacht had. En hij krijgt iets nieuws te horen. Hij krijgt namelijk te horen dat het onderwijs, zodra de maatregelen worden opgeheven worden, volgens blended learning zal worden vormgegeven. Maar ja, blended learning, wat dat precies is, weet hij niet. Tot hij een webinar volgt van ene meneer Barend Last, een of andere onderwijskundige van de Universiteit van Maastricht, die uitlegt dat blended learning gaat over de combinatie van verschillende studentgerichte leerervaringen die je verrijkt met de inzet van activerende werkvormen in de combinatie van online met fysiek. Als hij dit even laat bezinken, realiseert hij zich dat er eigenlijk bepaalde aspecten zijn van het online onderwijs die eigenlijk best goed werkte, die misschien wel nog beter werkte online dan fysiek. En die hij eigenlijk graag wil behouden als hij nadenkt over zijn nieuwe plannen. Hij realiseert zich bijvoorbeeld dat het onderwijs meer is dan dus alleen de overdracht van kennis en vaardigheden.
Hij heeft ervaren dat die binding met zijn studenten, met zijn collega's heel belangrijk is. Hij houdt dus nu meer rekening met die sociale integratie in zijn vak. Daarnaast benut hij de tijd die hij heeft met studenten meer voor interactie. Niet meer voor de instructie, die houdt hij online. Hij ziet in wat het nut is van de campus, de waarde van de campus, die eigenlijk impliciet voorziet in allerlei kleine socialiserende activiteiten. En die plant hij nu beter in. Na de campus komen de studenten voor interactie, voor co-creatie, om iets te doen samen met elkaar. En langzaam begint Leo zich weer kapitein te voelen van zijn eigen schip. Autonoom, competent en verbonden. En met goede moed gaat hij vooruit. Tot hier het sprookje van Leo. Nou wil ik eens even gaan terugkijken. Wat kunnen we nu leren van dit sprookje, van dit verhaal van Leo? Dat zijn een aantal dingen. Ten eerste, we hebben gezien dat onderwijs meerdere doelen heeft. Niet alleen kwalificatie, wat heel erg gaat over de overdracht van kennis en vaardigheden voor het doen van een taak of een beroep. Maar ook socialisatie en subjectivering spelen een rol. Socialisatie, onderdeel worden van een gemeenschap, je verbonden voelen met elkaar en die gemeenschap niet alleen lid zijn, maar ook zelf vormgeven. En het subjectiveringstukje, wat veel meer gaat over het individuele, de persoonsvorming, het ontwikkelen tot een autonoom denkend mens. Dat zijn eigenlijk de functies van onderwijs. En als je je alleen maar focust op die kwalificatiefunctie, wat Leo in het begin van de lockdown deed, ja, dan wordt het onderwijs snel wat vervreemd. Toen Leo zijn onderwijs pre-lockdown verzorgde, hoefde hij daar eigenlijk veel minder rekening mee te houden. De fysieke campus voorzag immers impliciet in veel van die interacties. Maar online vraagt dat echt een andere benadering. En zoals deze strip haar fijn laat zien, zie je dat elke student komt met een eigen achtergrond. En de wijze waarop de fysieke instelling, de campus en alle interacties die daar plaatsvinden, structuur bieden, is een essentieel onderdeel van het onderwijs. En dat betekent natuurlijk niet dat we online dat niet kunnen bereiken, dat we geen binding kunnen bereiken. Je moet daar alleen bij het wegvallen van een fysieke leerplek of wanneer een groot deel online plaatsvindt, veel explicieter aandacht aan geven. Het was dan ook, vond ik zelf, heel pijnlijk toen in de krant stond dat het kabinet dreigde met zogenaamde mystery guests, die in deze strip prachtig geïllustreerd worden om de kwaliteit van onderwijs te meten. Wat jij verkeerd doet. Je ziet de docent staan terwijl je al die verschillende kinderen met allemaal andere achtergrond, en in dit geval kunnen het ook studenten zijn natuurlijk, zonder het daarmee rekening te houden. Daarnaast kunnen we nog iets leren van wat Leo heeft meegemaakt. En dat zit hem in de afstand tussen Leo en zijn studenten. De transactional distance. En dat wil eigenlijk zeggen de afstand waarop een transactie van kennis plaatsvindt tussen een docent en een student. Dat is dus niet alleen een letterlijke afstand, dat is ook een psychologische afstand. En in een online leeromgeving is er dus sprake van niet alleen een letterlijke afstand, er is ook sprake van die psychologische afstand. De leerling met een lage transactional distance kan makkelijk interactie aangaan, doet betrokken mee, voelt zich verbonden, terwijl de leerling met een hoge transactional distance, die achterin zit, die voelt zich juist niet verbonden. Die voelt weinig ruimte om mee te kunnen doen. En bij dit principe spelen eigenlijk twee begrippen een rol. Structuur en dialoog. Allereerst op de verticale as is er de mate van structuur. Hiermee wordt bedoeld in hoeverre jij als docent de leerinhoud vooraf dicht timmert, voorstructureert. De horizontale as gaat over de mate van dialoog. Oftewel, in hoeverre kan er interactie plaatsvinden. Nou, dat klinkt allemaal heel theoretisch, dus ik ga er even een voorbeeld bij geven. En wanneer er groepswerk op locatie plaatsvindt, dat zie je linksonder staan, waarbij de deelnemers bijvoorbeeld een open geformuleerde opdracht krijgen, is er dus sprake van relatief weinig structurering. De studenten hebben inspraak in de leerinhoud. Daarnaast is er veel ruimte voor dialoog. Ze zijn bij elkaar, ze kunnen met elkaar praten, ze gaan samenwerken. Dus die dialoog die is hoog, de mate van voorstructurering is laag en dat wil zeggen dat de transactional distance dus ook laag is. Dat heeft een bepaald effect op de motivatie van studenten. Maar wanneer een student thuis zit, rechtsboven, en een hele strakke omlijnde opdracht krijgt om alleen een tekst te lezen, punt. Er is
weinig ruimte voor dialoog, eigenlijk helemaal niet. En de student, ja, die krijgt gewoon alleen de opdracht mee, lees dit en kom naar de les. Dan is er dus sprake van een hele hoge transactional distance. Maar wat betekent dit nu? Dit betekent dat hoe hoger die transactional distance wordt, hoe sterker het beroep is dat we doen op de autonomie en de motivatie van de student. Oftewel, hoe zelfsturend ze moeten zijn, hoe gemotiveerd ze moeten zijn. En die autonomie is goed, hè? Begrijp me niet verkeerd, maar niet alle studenten zijn daartoe direct in staat. En precies dat is waar de uitdaging ligt in online onderwijs en waar Leo mee heeft geworsteld en waarschijnlijk veel van jullie ook. Hoe kunnen we de studenten op een goede manier begeleiden om zelfsturend te zijn, om zichzelf te motiveren, om de dialoog aan te kunnen gaan? Want anders ligt er een risico op de loer wat Leo heeft ervaren en dat is vervreemding. Perfect geïllustreerd wat mij betreft in deze strip. Welcome students of insert class name here. Please read chapter 3 in your textbooks and then fill out your test and no cheating. Oftewel, er is geen ruimte voor dialoog en alle leerinhoud is voorgestructureerd. Kortom, de student moet zichzelf volledig motiveren om aan de slag te gaan. Nou, hoe kunnen we dat nou verbeteren? Dat doe je door in de online leeromgeving veel vaker te controleren op de voortgang. Met formatieve evaluatie, het verzamelen van informatie over het leerproces, met als doel dat leerproces bij te sturen. En we kunnen dus ook niet meer wegkomen met alleen maar kennistoetsen aan het einde van een onderwijsperiode. Als je dan pas gaat vaststellen of er geleerd is, of de studenten in hun voortgang goed gaan, dan ben je eigenlijk te laat. En laat staan dat dat ook geen recht doet aan die individualiteit van studenten. En ook hier vind ik weer een strip. Meer zeggen dan dat ik allemaal uitleg. Voor een eerlijke selectie moet iedereen dezelfde toets afleggen. Klim allemaal in die boom. Je ziet, iedereen heeft een andere achtergrond. Iedereen zal er anders mee omgaan. Dus we moeten wel differentiëren. Natuurlijk tot op zekere hoogte, maar we ontkomen er niet aan. Zeker wanneer het voor onderwijs voor een groot deel online plaatsvindt. Daarom stel ik voor om het iets anders vorm te geven. Nou, en hoe ga je daar nou over nadenken? Daarbij komt het blended learning verhaal om de hoek kijken. Je gaat het benaderen als een studentgerichte leerreis. De student die jij hebt in jouw vak, die gaat op reis en die gaat op zijn reis allerlei leeractiviteiten tegenkomen. Waarin hij continu een interactie aangaat. Interactie met de leerinhoud, met jou als docent of met de medestudenten. En zo maken we eigenlijk uiteindelijk een verhaal voor de student. Een verhaal met een reis waarin ze dus al die leeractiviteiten tegenkomen. En waarin zij de ruimte krijgen om zichzelf te kunnen uiten als echte mensen, ook online. En waar jij als docent vervolgens informatie kan verzamelen over de voortgang en daarop kan bijsturen. Nou, en dat bereikt Leo in het sprookje, hè, niet door alleen wat hij fysiek deed, exact over te zetten naar online en urenlang in Zoom te vertellen hoe het zit met dat ramptoerisme. We weten inmiddels uit onderzoek dat dit veel vermoeiender is dan fysiek. Bijvoorbeeld omdat het oogcontact online onnatuurlijk is en er is altijd sprake van een kleine vertraging in beeld en geluid. Het lijkt live, maar dat is het stiekem niet. En dat zorgt voor pijn aan je brein en illustreert eigenlijk de noodzaak om online anders les te geven. Te benutten wat daar goed gaat. Nou, tot hier mijn sprookje, mijn verhaal wat ik met jullie wilde delen. En als we nu teruggaan naar Leo, dan is zijn verhaal denk ik het meest wenselijke. Leo, die heeft ervaren wat goed werkt en ziet wat de waarde is van online leren of kan zijn en toewerkt naar een goede combinatie van online met fysiek. Leo is alleen niet representatief voor alle docenten. Veel docenten worstelen nog altijd. Ik zie het veel in Nederland en ik probeer ze zo goed mogelijk te helpen. En aan al die docenten wil ik meegeven, je staat er niet alleen voor. Sta je niet blind op negatieve ervaringen die je tot nu toe misschien hebt opgedaan met online onderwijs. Dat was een noodoplossing. Weet dat er mogelijkheden zijn om ondersteund te worden, zoals deze onderwijsweek waar jullie vandaag ook allemaal aan deelnemen. Maar toch moet ik ook wel weer de kanttekening erbij plaatsen. Het kost tijd. Onderwijsontwerp is een kostbare onderneming. En die tijd hebben we niet altijd. Dus ook aan alle bestuurders die hier vandaag aanwezig zijn, zou ik zeggen, erken ook die benodigde tijdsinvestering om over goed onderwijsontwerp na te denken. Met online onderwijs zijn er nieuwe ontwerp en didactische vaardigheden bijgekomen.
Laat staan technische vaardigheden. En als we samen erkennen dat online onderwijs een mooie aanvulling kan zijn op fysiek, hand in hand, waarbij we de tijd nemen en krijgen om er echt een mooie studentgerichte leerreis van te maken, dan komen we tot die optimale combinatie. En precies dat is de kern van blended learning. En ze studeerden nog lang en gelukkig. Ik wens jullie veel plezier en succes en ik ben benieuwd of er vragen of opmerkingen zijn binnengekomen. Barend, een ontzettend inspirerend verhaal. Hartstikke bedankt daarvoor. Ik ben inderdaad ook benieuwd of er nog vragen zijn. De Q&A is nog leeg, maar er is nog tijd. Dus misschien een vraag vanuit de kijkers. En anders stel ik voor om af te ronden. Hartstikke mooi ook. Dank je wel voor jouw bijdrage. En ja, normaal zou je elkaar een handdruk geven en krijg je een bos bloemen of een lekker wijntje of biertje. Nu moet ik het eventjes zo doen. Dank je wel, Barend, voor jouw bijdrage. En deze opname is ook weer terug te kijken straks in de app van de onderwijsdagen. En ik wens iedereen nog een hele inspirerende tijd aankomende dagen. Dus fijne dag allemaal. Kijk, op de valreep komen toch vragen binnen. Dat is dan wel grappig. Ja. Dus nou ja, we kunnen de ruimte nog even pakken, zou ik zeggen. Ja, ja, zeker. We hebben nog een paar minuten, toch? Jij ziet ze ook, hè? Ja. Ja, ik zie je binnenkomen inderdaad. Van Jessica, heb je nog tips voor formatief toetsing? Ja, dat heb ik zeker. Wat ik een hele goede vind, is werken met exit tickets. En een exit ticket is eigenlijk aan het einde van een bijeenkomst even een momentje pakken om de studenten te laten reflecteren op metacognitief niveau over wat ze nou geleerd hebben en waar ze nog behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld door de vraag te stellen, nou, wil je nog meer voorbeelden? Heb je verdieping nodig? Of wil je meer uitleg? Hoe score je je les? Wat heb je geleerd? Wat neem je mee? En dat kun je bijvoorbeeld digitaal doen in een tool zoals WooClap of Mentimeter. En verzamel je die vragen. En die informatie kun je gelijk meenemen om op basis daarvan de volgende bijeenkomst aan te geven aan waar op dat moment behoefte aan is. Daarnaast ben ik een groot voorstander van proberen tussen de bijeenkomsten studenten zoveel mogelijk zelf aan het werk te zetten met opdrachten waar je ook weer uit kan opmaken of ze iets begrepen hebben of niet, of dat er nog aandacht nodig is. Bijvoorbeeld, ja, hier zo simpel als een quiz met automatische feedback kan je natuurlijk al aanbieden, maar je kan ook denken aan maak het studieproces inzichtelijk, dat bijvoorbeeld studenten in plaats van dat ze zelfstandig alleen een artikel thuis lezen, laat ze dat in een tool voor collaboratief annoteren doen, waarin ze gezamenlijk in een artikel gelijk kunnen aangeven welke delen ze moeilijk vinden, leesvragen beantwoorden en misschien zelfs wel een samenvatting op een discussieforum plaatsen, waarop ze ook weer kunnen gaan reageren. Als je dat in goede, heldere opdrachten vangt, dan ontstaat er dus ook interactie met de leerinhoud en die interactie is ook nog eens zichtbaar voor jou als docent. En daar kun je dan heel erg op inspringen en gelijk uit opmaken of de leerinhoud goed is aangekomen. Even kijken, want ik zie nog een vraag binnenkomen. Wat zouden noodoplossingen kunnen zijn als er geen offline onderwijs mogelijk is? Voor studentbetrokkenheid bedoel ik. Anke zegt dat. Nou Anke, ik denk dat we heel veel kunnen leren van de wereld van online gaming. Als je het hebt over binding, dan zijn zij denk ik het allerbeste daarin. Zij vinden manieren om mensen bevriend te laten raken voor jarenlang, zonder dat die mensen elkaar überhaupt ooit in het echt hebben gezien. En dat zit hem heel erg in bepaalde elementen van bijvoorbeeld gamificatie en bepaalde opdrachten die je in een online leeromgeving kan aanbieden, waardoor ze elkaar beter leren kennen. Wat ik al even zei in mijn verhaal, laat ze in Brightspace hebben jullie geloof ik, laat ze daar profielen maken waarin ze een video maken en zichzelf voorstellen aan de hand van een aantal vragen. Vervolgens deel je ze in kleinere groepen, van bijvoorbeeld 4, en laat je ze werken in kleinere leerteams die ook echt een plek krijgen online waar ze zichzelf kunnen presenteren. De groep heeft ook een naam en ze werken in die teams voor een langere periode.
Daarbij zou je vervolgens dan weer game-elementen kunnen toevoegen door te werken met kleine mini-badges. Badges of micro-credentialing noem je dat ook wel. En kun je misschien ergens een soort competitie zonder dat er iets van afhangt creëren, waardoor de motivatie weer verhoogt. Nou, dat zijn allerlei kleine interventies die je zou kunnen doen om in die online leeromgeving studenten de kans te geven zichzelf als echte mensen te presenteren en ze te stimuleren om mee te blijven doen. Dus dat heeft een effect op hun motivatie. En dan zie ik hier nog, hoe zie je het differentiëren van toetsing voor je, zeker bij kennistoetsen? Even de vraag proberen te verhelderen. Ik denk dat je bedoelt differentiëren in vormen van toetsen. Hè, dus de grootschalige kennistoets met multiple choice of open vragen is ja, van oudsher een redelijk veel voorkomende toetsvorm. Volgende maand komt er een boek van mijn hand uit over blended learning en onderwijsontwerp, waarin we eigenlijk ook alternatieve toetsvormen meegeven. En dat zijn er best wel veel. Je hebt veel mogelijkheden. Denk eens aan wat je hebt meegemaakt, een open boektoets. Of denk eens aan een video essay. Denk eens aan studenten in een presentatie of een poster iets laten maken. Er zijn allerlei manieren om studenten meer te laten doen met de leerinhoud dan alleen maar te laten reproduceren of begrijpen of toepassen in een bepaalde kennistoets. Ik wil niet zeggen dat een kennistoets slecht is. Ik denk dat een kennistoets heel zinvol is voor de leeruitkomsten die meer op dat reproductie- en begripsniveau zitten. Ga je naar een wat complexer niveau van denkvaardigheden, zoals analyseren en evalueren, dan is het denk ik zaak om naar andere vormen te zoeken. En daarin kan blended learning heel erg voorzien, omdat je in een online leeromgeving allemaal mogelijkheden hebt om dat veel rijker te maken met behulp van productietools zoals Canva of in Google, dat soort elementen. Ik zou daar eens naar kijken. En dan zie ik nog een vraag binnenkomen van Koen. Die zegt, pre-corona hoeft de Leo nauwelijks rekening te houden met de subjectieve en socialisatie functies van zijn onderwijs, omdat de ontmoetingen op de campus daar spontaan al in voorzagen. Welke aspecten van die subjectiverings- en socialisatiefuncties kan ik als docent online proberen te stimuleren en wat zou ik concreet kunnen doen? Denk je dat we post-corona hier nog steeds expliciet aandacht aan zouden moeten geven of blijven besteden? Nou, laat ik die tweede vraag als eerst beantwoorden en daar zeg ik volmondig ja op. Ik denk dat pre-corona we het eigenlijk impliciet deden en onderwijs heeft eigenlijk altijd een subjectiverings-, socialiserings- en kwalificerende functie. En de vraag is ook niet, richten we ons op één van die drie, maar de vraag is eigenlijk welke mix is wenselijk en kunnen we rechtvaardigen? En van daaruit, ja, in je onderwijsontwerp wat explicieter aandacht besteden aan die andere functies, is denk ik heel erg belangrijk. Nou, welke aspecten van die subjectiverings- en socialiseringsfuncties kan je dan stimuleren? Ik zou dat even apart houden. Qua subjectivering, dat zit hem vooral in hoe je je leerdoelen opstelt. Vaak zijn leerdoelen heel erg gericht op domeinspecifieke kennis en vaardigheden, terwijl meer affectieve componenten, waardes en attitudes en persoonsontwikkeling, kritisch denken, dat ook in de leerdoelen zou moeten worden opgenomen. Dus ik zou bij die subjectivering gewoon eens teruggaan naar je leerdoelen en kijken, waar ligt de focus nou eigenlijk op? Heb ik ook waardevorming en oordeelsvorming? Zit dat ook in mijn leerdoelen? En wat voor leeractiviteiten heb ik vervolgens op basis daarvan ontwikkeld die dat aanspreken? En socialisatiefuncties, online proberen te stimuleren. Daarvoor zou ik het Community of Inquiry model gebruiken. En het Community of Inquiry model, en dan sluit ik daarna af. Ik heb nog een minuutje of twee. Wil eigenlijk zeggen dat je als het ware in kleine leerteams de studenten stimuleert om samen in interactie met elkaar te leren. Een hele mooie metafoor hierbij is die van de olifant en de blinde mannen. Stel je voor, er is een olifant en er zijn drie blinde mannen. Ze komen alle drie van een andere hoek op de olifant af. De ene voelt de slurf en die denkt, hé, dit is een slang. De andere voelt de poot en die denkt, hé, dit is een boom. De ander voelt de staart en die denkt, hé, dit is een touw. Allemaal apart hebben ze een bepaalde interpretatie van wat ze tegenkomen. Maar pas als ze gaan uitwisselen samen, zullen ze erachter komen dat het eigenlijk één dier is en misschien dus wel een olifant. En daar zit dat socialiserende in. Als zij samen met elkaar betekenis geven aan de werkelijkheid, spreek je dus zowel die socialisatiefunctie aan als die kwalificatiefunctie
en die subjectiveringsfunctie. Samen leren in kleine teams, heel erg gericht op met elkaar betekenis geven aan de wereld. En dat kan online prima. Er is een heel goed artikel van Holly Fiok. Ik zal het even in de chat plaatsen. Holly Fiok. En dat heet Designing Community of Inquiry. Het is in 2020 gepubliceerd. Daar staan heel veel tips uit onderzoek om dit vorm te geven online.